geneesmiddel van de week is amlodipine. Waarom amlodipine? Amlodipine is een veelgebruikt antihypertensivum dat ook vaak in combinatiepreparaten met antihypertensiva aanwezig is. Amlodipine is een calciumkanaalblokker. Meestal spreken we van calciumantagonist. Calciumkanalen spelen onder meer een belangrijke rol in signaalgeleiding en het koppelen van elektronische signalen aan secretie van bijvoorbeeld een hormoon of neurotransmitter of spiercontractie. Elektronische depolarisatie leidt tot influx van calcium, wat leidt tot de effecten in de desbetreffende cel. In gladde spiercellen en myocyten leidt depolarisatie en calciuminflux tot contractie en in cellen van de sinoatriale en atrioventriculaire knoop tot een actiepotentiaal die weer verder geleid kan worden. Calciumantagonisten werken met name op de L-type calciumkanalen. Het bloeddrukverlagend effect komt door relaxatie van gladde spiercellen van het arteriële vaatbed en daardoor verlaging van de perifere weerstand en dus de bloeddruk. Er zijn verschillende typen calciumantagonisten. Amlodipine is een zogenaamde dihydropyridine calciumkanaalblokker of calciumantagonist. De hydropyridine groep, waaraan deze geneesmiddelcategorie zijn naam verleent, zie je op de slide. Er zijn meerdere dihydropyridine calciumantagonisten, waarvan de naam steeds op dipine eindigt. De belangrijkste voorbeelden van calciumantagonisten die niet tot de dihydropyridines behoren, zijn verapamil en diltiazem. Deze middelen binden ook aan de L-type calciumkanalen, maar op een andere manier. En hebben daardoor ook een effect op de sinoatriale en atrioventriculaire geleiding en de contractiliteit van myocyten. Ze hebben daardoor, in tegenstelling tot dihydropyridine calciumantagonisten, zoals amlodipine, negatief inotrope en chronotrope effecten. Deze middelen worden dan ook ingezet in geval van ritmestoornissen. Het bloeddrukverlagend effect van amlodipine komt dus door vasodilatatie. Door de vasodilatatie ontstaat ook direct de meest voorkomende bijwerking van amlodipine, enkeludeem. Meer dan 10% van de patiënten heeft hier last van. Dit geldt eigenlijk voor alle calciumantagonisten. Alleen barnidipine zou dit minder geven. Dit is de belangrijkste reden om te switchen van amlodipine naar het duurdere barnidipine. De fabrikant speelt hier in de reclame ook op in door slanke benen te tonen. Let wel altijd op de kleine lettertjes bij geneesmiddelenreclame. Dit is bij de laagste dosering. Een nadeel van barnidipine is weer dat het in verband met onvoldoende gegevens gecontra-indiceerd is bij een geschatverklaring onder 50 ml per minuut. Andere bijwerkingen kunnen zijn hoofdpijn en buikklachten. Een zeldzame maar opvallende bijwerking is tandvleeshyperplasie. Omdat amlodipine veel wordt gebruikt, is er toch een kans dat je dit een keer tegenkomt. Calciumantagonisten worden veel gebruikt in de behandeling van hypertensie, ook omdat er niet echt contra-indicaties zijn. En hiervan is amlodipine de meest gebruikte. Het is ook aanwezig in een aantal combinatiepreparaten met een ACE-remmer of een angiotensine 2 receptorblokker en eventueel ook nog een diureticum. Voorbeelden van drie middelen in één tablet zijn Exfort hydrochlortiazide met valsartan, amlodipine en hydrochlortiazide of Tripliksam met perindopril, amlodipine en indapamide. Combinatie van twee of drie middelen in één tablet komt de therapie trouw en dus de bloeddrukregulatie ten goede. Combinatie met een diureticum kan sowieso handig zijn om het enkeludeem weer tegen te gaan, waardoor switchen van amlodipine eventueel niet nodig is. Samenvattend is amlodipine de meest gebruikte calciumantagonist, de meest voorkomende bijwerking is enkeludeem. Amlodipine is vaak in combinatiepreparaten met één of twee andere bloeddrukverlagers aanwezig, wat de therapie trouw ten goede kan komen.